en die heeft gezegd wat er aan de hand was met Peter Kurui. Die had wat last van zijn maag. Er is gevraagd of hij nu naar de groep van Butter wil gaan om die groep bij te staan. Dus dat is ook het plan. Wat verder opvalt is dat de wind toch wel meevalt het eerste deel. Dus dat het eigenlijk top gaat. Ja, dan zullen we zo dadelijk ook zien hoe zich dat vertaalt naar die doorkomst naar 15 kilometer. Die zou moeten gaan in 44 minuten en 10 seconden. Dat duurt dus nog een ruime minuut.